Jusqu'à Aoun. Sur votre droite, vous pouvez observer la chouette lapone, la plus grande des chouettes d'Europe. Son envergure peut atteindre jusqu'à 1,50 m. Elle vit dans les forêts de la Taïga. Son plumage est opaque pour se confondre avec son environnement. D'un vol silencieux, comme toutes les chouettes et hiboux, elle peut arriver au-dessus de ses proies, des petits rongeurs principalement, sans bruit pour l'attraper. Elle l'avale tout entier, les poils, os et plumes formeront une colonne de réjection qu'elle régurgitera. Op uw rechterkant ziet u de Laplanduil, de op één na grootste uil van Europa. Zijn vleugelwijdte kan wel tot 1,50 m groot worden. Dankzij zijn verenpakket gaat hij volledig op in zijn natuurlijke omgeving. Hij komt voornamelijk voor in het Taïga-gebied. Zoals alle uilen vliegt ook de Laplanduil in stilte op zijn prooi af, voornamelijk knaagdieren, en vangt hij ze zonder het minste geluid te maken. De uil slikt zijn prooi meteen door. De haren, veren of botjes die hun maag niet verteren, worden in de vorm van een braakbal terug uitgebraakt. Des mâles et des femelles pires. Ce sont deux espèces différentes. Le nid-ouvrant du et le plus grand rapace nocturne de l'Europe. On peut atteindre jusqu'à 1,80 m en vue. On différencie du cul de la chouette grâce aux petites plumes situées sur sa tête qu'on appelle des aigrettes. Ce ne sont pas leurs oreilles, elles sont situées de part et d'autre des yeux. Savez-vous que plusieurs grands ducs qui sont plantés dans les réserves, ils profitent des parois rocheuses et ils élèvent. De oehoe is de grootste uil van Europa en zelfs één van de grootste uilensoorten ter wereld. Zijn vleugelwijdte kan oplopen tot 1,80 m. De oehoe heeft typische oogpluimen. Dit zijn echter niet zijn oren. Deze bevindt zich namelijk aan de zijkant van zijn kop. Wist u dat er verschillende oehoes in volledige vrijheid leven in het wildpark? Zij maken gebruik van de rotswanden om hun nesten te bouwen en hun jongen op te vreden. La femelle est au bout de 1 à 8 jours après une gestation de 63 jours. Les parents de la et des les apprête aux jeunes à se comporter comme des loups. Une fois adultes, les jeunes partiront sauver leur famille. Le loup s'attaque à Il est capable d'amplifier un cinquième de son poids en un seul repas, d'où l'expression avoir une faim de loup. Il ne s'attaque pas à l'homme, car il le fuit du loin qu'il le sent. Faisant son retour en France, le loup, qui avait disparu de Belgique il y a plus d'un siècle, pourrait revenir dans nos forêts d'ici quelques années. De wolf is een carnivoor dat zo'n 30 kilo weegt. Hij leeft in roedel dat bestaat uit een koppel en hun kinderen. De wolvin brengt 1 à 8 kleintjes ter wereld, na een zwangerschap van 63 dagen. De ouders zijn hun gids en leiders. Ze leren de jongens zich te gedragen als echte wolven. Als ze eenmaal volwassen zijn, verlaten de jongen het nest om hun eigen familie te starten. Wolven vallen verzwakte en zieke dieren aan, daar deze gemakkelijk te vangen zijn. Hij kan tot 1/5 van zijn gewicht in 1 keer verorberen in 1 enkele maaltijd. Vandaar de uitdrukking honger hebben als een wolf. Een wolf houdt geen mensen aan. De mens is namelijk de grootste vijand van het dier en daarom zal hij er eerder voor op de vlucht gaan. De wolf is bezig aan zijn terugkeer in Frankrijk en het is slechts een kwestie van tijd vooraleer hij zich ook opnieuw in onze bossen zal bevinden. Oorspronkelijk komt dit dier van Azië, maar het werd in Europa uitgezet voor de jacht. Hij is echter kunnen ontsnappen uit gevangenschap en komt weer voor in het wild in Frankrijk en Engeland. Hij is helemaal niet bang en aarzelt niet om in contact te komen met de bevolking van Azië. En ook hier in het wildpark komen de dieren heel dichtbij. De koolwolf is kleiner dan zijn Europese neef, maar zwaarder. Ze maken deel uit van dezelfde soort, de Canis lupus. Zijn levenswijze lijkt heel sterk op die van de andere wolven. Hij leeft in het ijskoude noorden en moet dus overleven in temperaturen die tot -60 graden kunnen bereiken. Hiervoor heeft hij een kleine ronde snuit, een zeer dikke vacht en brede poten om zich te kunnen verplaatsen in de sneeuw. In het hoge noorden van Canada noemt men hem ook wel eens de dokter van de kariboes en zijn rol wordt er zeer gewaardeerd. À se réinstaller en Europe occidentale. Des forêts est le petit cheval sauvage qui vécut jadis dans nos régions. Il serait l'un des ancêtres du cheval domestique. On le retrouve notamment sur les peintures rupestres dans les grottes de Lascaux. Disparu vers 1860, l'espèce fut reconstituée au début des années 1930 par croisement sélectif. De tarpan leefde vroeger in onze contraien. Het zou een van de voorouders zijn van het tamme paard zoals we dat vandaag kennen. We vinden het met name terug in de rotsschilderingen in de grotten van Lascaux. Het ras verdween omstreeks 1860, maar werd door selectieve kruisingen begin de jaren 30 opnieuw geïntroduceerd. du Sud, l'une alpine, l'autre pyrénéenne. La longueur des cornes chez le mâle peut atteindre 1 mètre et ne fait que 20 cm chez la femelle. Son pied est doué des mêmes qualités que celui du chamois et lui assure un maximum d'adhérence sur les rochers. De steenbok maakt deel uit van de familie van de holhoornigen. In een deel van Noord-Europa zijn nog twee variëteiten terug te vinden, de Alpensteenbok en de Pyreneeënsteenbok. Beide mannetjes kunnen de hoorns tot 1 meter lang worden. Vrouwtjes houden het bij een bescheidener 20 centimeter. Zijn poten beschikken over dezelfde mogelijkheden als die van de gems en zorgen voor een optimale grip op de rotsen. Sur votre droite, le superbe panorama du petit village de Bellevaux. Nous nous trouvons ici en Famenne, zone géologique